staat traditiegetrouw in voor het maken van het decor? Welke stukken dienen er gemaakt te worden? Er wordt een beetje van alles gemaakt. Eerst en vooral de hele, hele grote stukken, maar dan ook kleinere gegevens. Het is een allegaartje van allerlei vormen en soorten en kleuren. Het is redelijk ingewikkeld. De Drie Musketeers is een stuk met geweldig veel uitdagingen die zich uiten in zeer kleine scènes en ieder scène vraagt natuurlijk een decor en het is dan de taak van het decor van de handelingen die er gebeuren zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te ondersteunen zodanig dat eigenlijk volgens mij ieder decorstuk wel even belangrijk is. Hoe begin je daaraan? Er worden afspraken gemaakt met de regisseur wat het stuk betreft. En dan vertrekken we van een aantal schetsen die dus overgaan in tekeningen. Wanneer deze opnieuw nog een keer geëvalueerd worden, dan gaan we nagaan criteria op gebied van haalbaarheid, op gebied van afmetingen, op gebied van grootte, kleur, materialen. En dan pas kunnen we in feite aan de slag. En zo ja, hoe zit de taakverdeling ineen? Ik heb inderdaad een aantal bereidwillige medewerkers die heel gemotiveerd zijn. Ik sta normaal in voor het ontwerp van het decor en ook de uitvoering, maar met behulp natuurlijk van die mensen gaat dat allemaal zeer vlot. Die zijn zeker bekwaam genoeg om alle taken goed aan te kunnen, zodanig dat het zo goed mogelijk allemaal op zijn pootjes valt. Wat is voor jou het decorelement waar de grootste uitdaging in zit? Ik zou durven zeggen het brugelement. Omdat het brugelement eerst en vooral zeer groot is, dat het zeer sterk moet zijn, want er komt inderdaad wat volk opgelopen. Dat het gemakkelijk moet gedraaid en gekeerd kunnen worden. En dan zitten we nog met het probleem van veel afgeronde vormen die in plaatmateriaal niet altijd zo gemakkelijk uit te voeren zijn. Wat gebeurt er tussenin met het decor als er een stuk af is? Als het stuk af is, wordt het verhuisd naar een opslagplaats waar het in veilige bewaring staat, tot we het opnieuw dan nodig hebben voor de werkelijke uitvoering. Hoe en wanneer gebeurt de opbouw van het decor? Een week voor de première gaan we de locatie gaan bekijken waar alles vooraf al gepland was. En dan beginnen we met een aantal medewerkers aan de grote verhuis. En dan gaat men stilaan naar de kleinere stukken, zodanig dat alles na zekere tijd werkelijk zijn plaats gevonden heeft.